Hier met Stefan samen richting de campus. Dat is voor het eerst. Normaal gaan we in het park. En opletten dat we niet door studenten omver worden gereden hier, wat er gebeurd op wel is. Ja, eentje op de scootmobiel. Okay. Geniaal. Dan krijg ik wel copyright op deze video, maar dat maakt niet uit. Ik verdien er toch niks aan. Ze zwaar. Deze nieuwe week vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Marana. Vandaag is maandag 18 november. Ja, het is inmiddels bijna 6:30 PM. En ja, waardoor dat komt dat ik iets later de vlog moet pas opstarten. Dus normaal dat komt dat ik vandaag een beetje een dag had dat een beetje anders liep. En ik heb gewoon redelijk goed gewerkt vandaag. Pas heel goed gewerkt. Vandaag is het, ja. Het is vandaag dinsdag en het is inmiddels bijna 11:30. Dus 11:50. Ik ben net thuis. Maar de begeleiding maakte een blunder net. Het zit zo, ik kom thuis, staan er gewoon boodschappen buiten, die ze besteld hebben, buiten de deur hierachter. Dus ik moest ze al naar binnen zetten om er doorheen te kunnen. Dus op een gegeven moment, ik pak ze op en ik zie dat er bepaalde dingen in zitten. Diepvriespizza, vlees en dingen die in de koelkast moeten. Dus ik dacht, ja, die kan je dus weggooien, want die zijn niet meer goed. En dat komt omdat ik zelf natuurlijk in de supermarkt werk, weet ik wel een beetje van hoe of wat. En nou, dan ben ik weer zo vanmiddag gestuurd en ik ga een vlog samen park hier, maar ik zat huiswerk te maken en toen hadden we het zo over dat we het niet vandaag doen, maar dat we het vrijdag doen. En vrijdag hebben we allebei iets meer tijd, hebben we allebei weekend, dus dan kunnen we iets beter doen. En ik wou vandaag wat gaan koken en ik ging dus om 5:30 naar beneden en dan waren ze nog niet, ze waren wel klaar met koken, maar ze moesten nog, ze waren bijna klaar met koken. Maar ik dacht dat ze nog bezig waren. En we gaan ze zeg maar staan. Dus ja, we zijn bijna klaar. En ik dacht van ja, maar jullie zeggen dat ik gewoon om 5:30 moet koken. Ik heb ook afspraak met ze gemaakt. Dus ik denk van ja, ik moet die afspraak nakomen. Maar jullie komen de afspraak zelf niet na. En dan denk ik van oké, weet je. En toen werd ik dus wel een beetje boos. En ik denk van ja, ik heb met jullie die afspraak gemaakt. Jullie zeggen dat ik die afspraak moet nakomen. Het is vandaag woensdag. Ik moest even nadenken. En ik heb vandaag mijn kamer gedaan en dingen. Maar we schrokken ons in rot. We zaten beneden. Vervolgens komt er iemand van een paar huis, twee deuren verderop. Naar toe. Stond gewoon rennen binnen te gluren. Ik dacht, what the fuck? Gast is dat? Dus dat bleek dus dat we verkeerde kliek hadden meegenomen. Niet jullie. Van, zit daar niet zo creepy naar binnen te gaan staren, man. Maar morgen moet ik naar school. En ja, ik ga zo even een centje overzetten van de vlog. En dan editen. Oh ja, ik had op het werk hele tijd pijn aan mijn voet. Bleek dus dat gewoon een van mijn tenen, een nagel afgescheurd is. Auw, mijn teen zat onder bloed. Sokken zijn behoorlijk vies van bloed. Dus heb ik ook in de was gedaan gelijk. Ja, dat is echt niet normaal. Ik dacht van, dus het deed best wel veel pijn ook. Ik dacht, weet je, zo wel, weet je. En ik heb gewoon goed gewerkt vandaag. Had best wel veel werk te doen. Maar dat maakt niet uit. Ik heb iets langer doorgewerkt. Tot 10:45. Dus dan is het ook niet zo'n punt dat het tot 10:45 is geweest. Het is vandaag donderdag. En het is bijna 10:45. En ik ga zo meteen op mijn school. Ik ben helemaal ready eigenlijk. Ik heb dit ding al aangekomen. Dat ik zo meteen op de scooter dat op kan doen. Voordat ik het niet koud krijg. Dus ik ga vandaag weer een dagje naar school. We zijn vandaag als goed zo'n 10:45 uit. Ik ben als laatste aan het beurt met het beoordelingsgesprek. Dus ik ga om 12:15 zoiets richting de academie rijden. Want om 13:30 heb ik daar zeg maar die, dat ik daar ben en dat ik daar moet zijn. Dus dan ga ik dat ook even doen zeg maar dan. Want dan ga ik toch naar de academie. En dan als ik de academie heb gehad, rond 1:00 of 2:00, dan kan ik door, moet daarna weer naar school om, dan ben ik wel 12:15 daar weer, goed, niet uit. Last van
haren overal die ik in één keer over mijn kleren vind. Dus elke keer als ik naar school ga heb ik er last van. Heel veel last van. Maar ik ga in ieder geval naar school en jullie zien jullie mij vanmiddag weer. Nou, ik ben thuis. Een mondje uit. Ik ben net thuis aangekomen. Sorry dat het een beetje creepy eruit ziet. Maar ik ben net thuis. En ik ga me zo omkleden. En dan ga ik slapen. De schoepers moeten weg nu. Dus ik moet mijn deur niet omkijken. Ja, het werk hebben we net ook gehad over het volgen van mij. Dat is wel grappig. Eentje reageerde echt heel enthousiast erop. Wat zegt, ik ga hier binnen een deur ben ik op. Zo, ik ben op mijn kamer. Zo. Dat is ook weer. Ja. Even zo. Ik heb nu weekend. En daar ben ik ook wel blij mee, want ik ben daar ook wel aan toe. Ik heb de hele week al keihard gewerkt. En gisteren school gehad. Zoals het een beetje beweegt. Zo. Ja, ik heb dus gewerkt en deze week. En ik ben gewoon heel erg klaar ermee. Ik ben eigenlijk wel blij dat ik gewoon een weekend heb. Dus ik ga me ook zo meteen even lekker mijn werkkleding uitdoen. En morgen ga ik nu weer naar Renkum. Want daar komt de Sinterklaas in toch. Ik zal volgende weekend al waarin hier zijn. Maar anders wordt het wel een beetje dubbel, weet je. Dan heb ik hier en dan daar. Het is wel een beetje dubbel, dus... En dan ben ik weer. Het is inmiddels bijna 4:30 volgens mij, of zoiets. Ja, het is 4:30, 2 minuten over 4:30. Ik ga zo mijn laptop pakken, want die heb ik nog niet geopend nog. Dan zal ik opnieuw moet beginnen met editen, maar ja. Vanavond ga ik met Stefan hier vloggen op de campus. Gewoon dus gaan we samen een stukje lopen daar, wandelen en dan ga ik vloggen. En dan ga ik mijn lampje die ik hier heb even meenemen. Zo heeft hij belichting, ik licht en... Zo kan ik hem ook bijschijnen als het moet. Ja, ik heb boodschappen gedaan vandaag. Ik moest voor de begeleiding ook melk meenemen. Ik werd gevraagd. Ik had al zo'n vermoeden vandaag, maar dat is ook zo. Ik heb het gekregen net ook via de app van dat mijn begeleider van school, van terwijl de docent langskomt, toen zeg op het werk. Om 2:30, ja, dan ben ik al lang klaar met werken. Maar goed, gaan we ook het hebben over de uren. De uren die voor mij voor een opleiding kloppen niet helemaal. Ik zit nu al één keer weer op 18 uur, terwijl dat gewoon helemaal geen reet klopt. Ik loop hier met Stefan samen richting de campus. Ja, dat is voor het eerst. Normaal gaan we in het park. En opletten dat we niet door studenten zo ver worden gereden, want dat gebeurt toch wel eens. Dat is koud, waait. En kijk, en hier is het bewijs dat we naar de campus gaan. Oké, okay, mensen, vanavond gaan we hier vloggen. Morgen is het gebouw. Afval dingen voor jezelf. Nee, tegelijk aan het. Nee. Zo. Ja, dat was even leuk. Dat was even leuk. Ja, we gaan dus naar het campus. Ja, campus laten wij jullie zien. Een keer. Ja, we gaan een beetje grappen maken. Dus we zouden horen. We zijn ja. Even allemaal van ons heen vergeten. Oh, kijk eens een mooie groene fiets. Wat? Die is mooi. Neem je mee? Nee. Nee, ik moet in houden. Dank je wel. Oh, nee, ik ophouden. Oké, dat is een grapje. Dit is een bord van Wageningen Campus eigen trein. Oké, okay, mooi. Dat kan niet te weten dat het eigen trein is. Dat zie ik ook wel, jongens. Goh. Kijk, een mooie vlogcamera, jongens. Dat heb ik niet eens. Wat erg dit. Even inzoomen. Kijk, zo'n mooie lampje erbij. Schat. Ja, hier staat hashtag trots op de boer. Stefan hier, trots op de boer. Is het niet wel voor jou? Wat de fuck staat hier nou weer? Tot op de boer, jongens. Tot op de boer. Was dat zo? Ik hoorde gepiept daar, maar goed. Ik weet niet wat hier staat, hoor.
Thijs. Zeg ik Russisch, joh? Nee, ik hoor maar een gespierd smile. Oké. Oh, 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 pas op! Goeie ouwe, daar zijn we weer. We lopen nu in Wageningen Campus in. Wageningen. Ja, gewoon Wageningen. Zo knip ik me dan, hè? Zo. Daar zijn we weer, hallo. Wat een fel licht, joh. Ik sta aan het witte licht. Ja. Oh, kom de fiets eraan. Oh, pas op. Even goed kijken waar we lopen. Ik heb een vraag voor u. Vindt u dat ik nou een keer met haar ga? Ik vroeg bijna altijd meer aan ook met Davy. Ja, zeker. Ja, voor de rest, iedereen is lekker op weekend en één huisnootje lekker te gamen en te schreeuwen. Ja, nou niet zo zacht, yes. Ja, goed. We zijn ook een halen met een toffe gozer, maar niet zo schreeuwen. Nee. We komen voor onze rust daar. Ja, het fietspad richting de universiteit. Ja. Ik moet uitleg geven Wageningen. Het is een mooie stad, ik woon er al 6 jaar. Studentenstad, hè? Studentenstad, ja. Dat is wel een stinkstudent. Ja, we zeggen ook wel loempia's hier. Die gaf me echt. Dat was een grapje, jongens, dat moet u wel snappen. Mij heeft het al meegekregen, maar het is ook al op YouTube bekend. YouTube wordt gemaakt voor kinderen. Ja, ik bedoel, er komt een wet. Dat ja. Dus voor alle video's die we maken, die mag je instellen voor fietsen. De kinderen. Oh, fietsen. Een fietsen en een feestelijk is tot zo. Echte. Ik ben wel gewoon, het is gewoon nog aan het filmen hoor. Oh, maar niet uit. Oh, je hebt niet gewoon. Je had een huikneer wat ik net zei. Ik zeg godverdorie. Ach joh, dan knip ik hem wel uit. Ah, joh, jij zei het niet geloof, maar hij wel. Ik zit ook allemaal veel, maar ik knip het er wel uit. Daar zijn we weer. Oh, daar komt de bus. Oh, de bus. Hoi, je hoort er ook bij mij. Oh, ja, ja, ja. Hey. Jongens, hier komt de bus aan. Kijk hoe mooi. Is het chill? Heb je zin in op de bus? Nou, wat wil je? Het is vrijdagavond. Ja. Ik moet zuipen. Dat doen studenten wel, ja. Ja, dat wel. Ik wil vertellen over de kinderen. Over de kinderen. Die wet. Ja, dus hoeveel geld is het nou als je het kwijt was? $460.000. Of een kanaal. Serieus? Hoorden jullie dat kijken? En zo knal, dat zijn wij niet. Dat zou we willen, maar dan ga is die. Oh, dit is echt geniaal. Die moet echt onthouden. Deze moet er niet zitten, deze moet niet zwaaien. Dit is echt geniaal. Dit is echt geniaal. Jongens, ik zit zo meteen weer. Er zit heel veel tijd in de hulp. Ik moet gewoon beginnen met een intro en dan mijn auto. Dat ik er weer ben. Volgens mij is dat het forum, hè? Daar. Ja, dat is het forum. Het forum. Dat gebouw bedoel je toch? Ja, dat is het forum. Jongens, dat gebouw, je luistert mijn vinger. Dat is het forum. Maar dan wil ik wel even dichterbij langs lopen, ja, voor de vlog. Nou, zet er student is, man. Ja, maar niet uit, joh. Ach, joh. Als je ons omver rijden is ook niet zo punt. Bij die forum heb je een mooie brug voor langs, hè. Die overheen lopen. Bij die forum heb je een brug die ook overheen kan lopen. Ja. Ja, we lopen dus nu op de campus. Ja, hier achter hebben we allemaal verschillende winkeltjes. Dat komt in de vlog over Wageningen ook. Die komt volgend jaar uit op mijn kanaal. Wanneer volgend jaar? Dat is een verrassing. Ja, dat zien jullie allemaal vanzelf wel. Een heleboel van jullie vonden dat leuk dat ik dat zou gaan doen. Een heel goed idee. En met mijn oom Ewald van Ewald's Vlogs, links staat dat in de beschrijving. Met hem heb ik ook een ander idee om samen een video te gaan maken over. Ook een vlog over de Tweede Wereldoorlog dan. Over de dingen die hier in de regio zijn gebeurd. Daar gaan we samen een vlog van maken. En dat komt op zijn kanaal en op mijn kanaal. En abonneer ook even op zijn kanaal, hè. Dat is wel de bedoeling. Sowieso. Jij wil nog bij de brug gaan lopen, toch? Ja, maar even kijken hoe we er naartoe komen. Ja, want normaal rij ik het met mijn scooter hier en dat is een stuk makkelijker. Ja, jij kent de plek beter dan uit. Ik ga meestal om te voetballen, ga ik meestal naar de Warme Kommer. Ja, als ik van de school kom, rij ik hier over die brug en dan. Ja, zal ik wat grappigs vertellen? Nou. Mijn zusje zit bij jou op school. Wat? Serieus? Waar dan? Doet beveiliging op jouw school. Op het Dulon? Ja, is het mij verteld. Nou, dan ga ik eens een keer kijken. Dan zit je in het hoofdgebouw waarschijnlijk, want ik heb daar gisteren nog gelopen. Ik kom eens in de hand, maar je was het wel nog bij van de week.
Nee, ja, lekker laat. Ik zit erop. Ik heb te filmen. We hebben afgesloten, maar. Het is grappig om even uit te delen. We lopen hier langs een heel groot gebouw. Wat dat is, geen idee. Ik weet er niet wat. Ja, een gebouw. Een gebouw, ja. Niet gebouw, maar gebouw. Nee, ik zou niet weten wat dat hiervoor moest hebben. Dit ziet er gaaf uit. Weet je, dat ik een parkeerplaats heb? Iets. Ja, zo'n student daar of zo. Ja, ik heb het heel leuk gegeven. Ik ga het wel op inhouden, anders is de auto vandaag. Maar je kunt zo leuke dingen meekijken. Ik zou zelf doen met een ding. Ik ken een vis. Dat is wel gaaf. Pap, jongens. Nou, ga ik even gebouwen. Nancy en zo. Nancy en zo. Johan of Dijken, Amy's World, Brian Tierum. Day One Vlog. Day One Vlog, ja, ik heb ook eens een keer gekeken. En niet vergeten, wie is Alan? Wie is dat dan? Weet ik niet. Hoi, hallo, hier koning Willem-Alexander. Oh, wat gaaf. Oké. Okay. Koning Willem-Alexander is ooit hier op de universiteit geweest, dat was vorig jaar. Toen bestond de universiteit 100 jaar. Toen is hij hier geweest. Wat is het? Ik heb geen voetsmaak. Die had gekocht. Ik heb nu maar goed gekocht. Ik zit op flits. Hij schermt van stijl. Hij schermt van stijl. Stijl, niet scherp. Wij gaan weer terug naar huis lopen. We lopen eigenlijk bij de hele straat. En daar komt de bus weer. Ja, het was een hele leuke wandeling en vlog. Het was heel leuk, het was gezellig. Ja. Veel grappen gemaakt. Zeker. Het was ook wel leuk om even de campus te zien. Ja, we zag een leuke, hartstikke mooi, mooie plek. En dan zie je het een keer van de andere kant. Ja. In het donker. Een keer over. Jullie gaan ook een keer overdag zien. Ja. Komt ook in die andere vlog die volgend jaar komt. Komt zo overdag als 's avonds. Ik weet niet of jullie me goed zien, maar het is vandaag zaterdag. Er is Stefan's muziek op de achtergrond. Andere gasten komen het klagen. Maar ja, die heeft ongelijk, want wij mogen in principe nu gewoon muziek draaien en dingen. Dus ja, gisteravond was het gezellig altijd op de campus en dingen. En gefilmd dus voor die ene vlog over Wageningen en dingen. Ik ga zo meteen op naar mijn ouders. Ik ga eerst. Ja, ik heb nu nog eigenlijk niet ontbeten. Maar ik ga zo toch een belegbadje halen. Bij Bakker Bart en nog andere broodjes. Voor bij de soep. Want vanmiddag hebben we dus die intocht van Sinterklaas renken. Ik blijf ook bij mijn moeder eten. Eigenlijk is dat ze niet de planning was. Maar toch wel zo was. Toch wel zo is. Want ze vroeger nog is. Mijn vader zo lang uit eten. Anders is alleen. Dat vind ik ook zo snel. Dus daarom zei ik ook ja. Ik loop dus nu in de binnenstad van Wageningen en ik ga nu eerst naar Bakker Bart. En ik denk misschien zou ik toch ook even richting het snoepwinkeltje wat ik bedoel. Ja, mijn moeder kwam daar laatst mee. Die zei van ja, ik ga daar even langs en kijk even of ze het fondant hebben. Anders ben ik heen. Ja, ja. Ik denk, ja. Dus. Ik heb ook fondant gekocht. Ik zijn een paar kleuren, maar ik heb er wat meer gehaald. Ik denk, ja, drie kleuren, veel te weinig. Want we willen iets heel speciaals gebruiken. Dus ik blijf een beetje geheim, dat vertel ik wel later aan jullie. Maar ik ga nu naar Rinkum toe rijden. En dan blijf ik dat tot vanmiddag. We gaan nu naar Sinterklaas intocht lopen. Ja, jullie zullen ze misschien wel iets op de achtergrond horen. Maar ze zijn bij het, het sportcentrum, het zwembad. Ja. Dus, en daar zijn ze nu. En we gaan straks naar de Rijn. En je wou mee toch naar het dorp lopen, toch? Ja, ook nog, ja.
Nee, nee, dat is scootmobiel. Oké. Geniaal. Dan krijg ik wel copyright op deze video, maar dat maakt niet uit. Ik verdien er toch niks aan. Ze zwaar. Dat je ook pepernootje bij je zit? Ja. Zullen we ruilen? Die van mij gaan wel een stuk sneller. Die van mij hoeven niet geduwd te worden. Kijk eens aan. Dankjewel.
Oh, die pietjes, hè, jongens. Ik ga niet meer. Dat doe ik wel in de zaak. Kijk, ik ben op zes nog. Ze hebben de producent de knuffel moeten geven. Nou, dus ik wil dat net niet meer doen. Wat te oud hoor. Kijk, daar zit de Klaas ook nog op te wachten. Iemand wat 23 hier is en de knuffel geeft. Dag juffrouw Gastel. Nou, het is vandaag zondag en ik ben net gedoucht. Ik was een poosje uit bed. Ik was rond een uur of tot zo'n 10:30 is weer wakker geworden. En ik ga me zo wassen verder. Tenminste, ik ben gedoucht, dus ik ben in principe schoon. Dus ik bedoel het even dit hier eventjes goed doen. Dat is eigenlijk gewoon het enigste. En ik moet zo even naar de winkel yoghurt halen. Ik moet daarna even tanken en dan yoghurt halen. En dan terug. Want eigenlijk hoef ik vandaag echt niet zoveel te doen verder. Behalve de week toch wel een beetje afraken. En daar ben ik helemaal bijna klaar mee, want ik ben nu met het laatste gedeelte bezig. Nou, dan ben ik weer tussen 7:50. Ik ga zo straks, als ik die thumbnail heb gemaakt van de weekvlog, ga ik lenzen uit doen, staart uit doen, mondje aan. En dan werken zetten en dan ga ik naar bed. Zeker woord als vroeg. Maar dat komt. Ik ben best moe. Ik heb natuurlijk al goed geslapen afgelopen nacht. Maar ik ben best wel moe. En omdat ik morgen ook weer vroeg mijn bed uit moet voor mijn werk, dacht ik, laat ik nou gewoon zo lekker gaan slapen. Want ik ben moe aan het worden. En dan is het wel handig als ik naar bed ga op tijd. Dan weet ik zeker dat ik morgen gewoon vroeg goed wakker word en niet vermoeid. Ik kan denk ik dit nu misschien wel maken, maar het is ook een paar minuten werk. En die weekvlog moet nog renderen. Dus ik denk dat ik dit nu gewoon morgen maak, zodra ik aan mijn werk kom. En ik dat gewoon doe. Ja, zo. Dus dan wil ik jou in ieder geval dus bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vrij natuurlijk geen duim omhoog te doen. Vrij natuurlijk moet je onder mijn kanaal te abonneren. Druk ook even op het belletje. En ja, dan zie ik je de volgende keer bij een nieuwe weekvlog.